الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خفاده متى تبوك ملخص الفقهي عن الشيخ العلامة صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله تعالى. مزينوخ بي كتاب الصلاة الذهبة، zaken die te maken hebben met salah, de verplichtingen van salah hebben we afgerond. En ook het corrigeren van salah hebben we afgerond. En vorige week hebben we het dhikr behandeld, adkar, de smeekbedes, de adkar, de gedenkingen die plaatsvinden na het gebed, na het de verplichte gebeden, hebben we ook behandeld. En deze week gaan we begin maken aan een nieuw onderwerp, bab fi salat al-tatawwa. As-salat al-tatawwa, dat zijn de gebeden die vrijwillig zijn. En die vrijwillig in het verrichten van deze gebeden. Dus eigenlijk niet verplichte gebeden. Want vrijwillig, vaak verstaan mensen onder vrijwillig handelingen waar geen beloning achter zit. Maar vrijwillige gebeden, daar zit degelijk wel, beloning. Daar is degelijk wel beloning voor. Dus het zijn niet verplichte gebeden. Salat at-tatawwa. Dus alles wat niet verplicht is, behoort tot at-tatawwa. En je hebt ook at-tatawwa voor het vaste. En je hebt ook at-tatawwa wat te maken heeft met sadaqa. En at-tatawwa die te maken heeft met al-hajj en umrah. Dus alles wat niet verplicht is, is at-tatawwa. En het wordt ook een nafila genoemd. Een nafila wordt ook genoemd. Dus niet verplichte gebeden. En niet verplichte gebeden, dat zijn alle gebeden behalve de vijf gebeden. Behalve de vijf gebeden die dagelijks plaatsvinden in de dag en in de nacht. De vijf bekende gebeden. Daarnaast, alles wat daarnaast is, valt onder at-tatawwa. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen er een persoon naar hem toe kwam, een Arabi, een Bedouin. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, vertel mij wat ik kan doen om het paradijs binnen te gaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem, vijf gebeden in de dag en de nacht. Vijf gebeden, vijf verplichte gebeden in de dag en de nacht. Want de vijf gebeden, die vinden zowel plaats op dag als in de nacht. Zoals bijvoorbeeld al-Maghrib en al-Isha, die vinden plaats. En in de avond. Hij zei vijf gebeden. Toen zei deze Arabi tegen de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zijn er nog andere verplichte gebeden van mij dan deze vijf? Hij zei nee, behalve. Hij zei illa an tatawwa. Hij zei behalve als je iets vrijwilligs doet, iets extra's doet. Wat erop duidt dat naast deze vijf gebeden, de rest valt onder het tatawwa. Tayyib, dus salat het tatawwa. Zijn alle gebeden die niet verplicht zijn, dus niet vallen onder de vijf gebeden. En de wijsheid van het verordenen van deze gebeden, deze extra gebeden, salat al-tatawwa of salat al-nafila, is onder andere om het contact tussen Allah subhanahu wa ta'ala en de dienaar in stand te houden. Want zoals jullie weten, als iemand in gebed staat voor Allah subhanahu wa ta'ala, is hij in contact met Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, hij zegt als iemand in het gebed en hij zegt alhamdulillahi rabbil alamin, dan antwoordt Allah, zegt hij hamidani abdi, en zo antwoordt hij totdat hij klaar is met al-fatiha. Dus er is een contact tussen hem en zijn heer tijdens de gebeden. En daarom, om deze contact blijvend te houden, zijn deze gebeden ook verordend. Zijn deze gebeden ook door de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verordend. En daarnaast zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, hij zegt daarnaast dat de dienaar het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala is tijdens zijn sujud. Tijdens het sujud. Aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi wa huwa sajid. Dus de houding van het sujud, dat is de houding waarin een persoon het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala is.
En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook: fa'akthiru fihi min ad-du'a. En die verricht veel het du'a in het sujud. Waarom? Omdat je dan het meest dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala bent tijdens het sujud. En deze sujud, zoals jullie weten, vindt plaats yani in de gebeden. Deze sujud yani komt voor in de gebeden. En daarom zijn ook deze aanbevolen gebeden ook verordend. En onder andere, wat ook een van de wijsheden is achter het verordenen van de vrijwillige gebeden, naast de verplichte gebeden, is om de tekortkomingen te dichten. Want zoals jullie weten, yani de verplichte gebeden, wij komen daarin tekort. Heel veel verplichte gebeden, waarin heel veel mensen daarin tekort schieten. Of yani tekort schieten in het verrichten daarvan, of tekort schieten in het uitstellen, of tekort schieten in zeg maar, dat je erbij bent met je ziel en dergelijke, en in khushu' of iets anders. Yani wij schieten daarin tekort. Daarom zegt de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat iemand het gebed kan verrichten en hij heeft maar een tiende van het gebed als beloning. En hij krijgt maar een tiende van het gebed. Zijn beloning is maar een tiende. Hij zegt, en een ander kan het gebed verrichten en hij krijgt maar een negende. En een ander een achtste. En een zevende. En een zesde. En een vijfde. En een vierde. Yani, en de helft. En de helft. Yani, de helft van beloning alleen. Dus qua beloning. Qua beloning voor de gebeden. Die hangt af van hoe je het gebed verricht. En in welke mate. Hoe goed jij het gebed verricht. Tabaan voor Allah subhanahu wa ta'ala. En daarnaast natuurlijk. Volgens de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook met aanwezigheid van jouw hart. Dat je aanwezig bent met lichaam en ziel. Dus hoe meer dat er is, hoe hoger de beloning. Wat ik net zei, daarin schieten heel veel mensen tekort. En vandaar dat deze gebeden als aanvulling voor deze tekorten zullen geschieden yawm al-qiyama. Daarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een overlevering: awwalu ma yuhasabu alayhi al-abd yawm al-qiyama as-salah. Als eerste waar iemand afrekening zou plaatsvinden, afgerekend voor zou worden yawm al-qiyama, als het gaat om zijn daden, is het gebed. Dus de afrekening yawm al-qiyama zal als eerste het gebed worden afgerekend. Als het gebed goed is geweest, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, yani, alhamdulillah, zo niet, als het gebed yani, tekort heeft geschoten, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zeggen tegen zijn engelen: kijk of deze persoon nog vrijwillige gebeden heeft. Kijk of hij nog vrijwillige gebeden heeft. Dus vrijwillige gebeden zullen die tekorten, yani, die er zullen zijn, aanvullen. Kijk of hij nog vrijwillige gebeden heeft, zodat die tekort opgevuld kan worden. Dus ook een van deze wijsheden van deze verplichten van de, of het verordenen van deze gebeden is het vullen of aanvullen van de tekorten die plaatsvinden als het gaat om die plaatsvinden bij de verplichte gebeden. En deze, het opvullen van tekorten, geldt zowel voor het gebed als voor andere daden. Dus bijvoorbeeld ook de vrijwillige vasten, dat ook vult ook wat iemand tekort heeft geschoten in de verplichte vasten. En andere zaken, precies op dezelfde manier. Tayyib, dus deze het onderwerp gaat over Salat Tatawwa. De schrijver, hafidahullah, zegt hier bijvoorbeeld in zijn boek, hij zegt: salat tatawwu ala nawa'in. Hij zegt: de vrijwillige gebeden kun je eens opsplitsen in twee soorten, in twee categorieën. Eerste soort, salatun, salawat mu'akkata bi awqat mu'ayyana, wa tusamma bin nawafil al-muqayyada. Wa nawa' thani, salawatun ghayru mu'akkata bi awqat mu'ayyana, wa tusamma bin nawafil al-mutlaqa. Wa nawa' al-awwal, anwa' mutaaddida. بعضها آكد من بعض وآكد أنواعه صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء ثم صلاة التراويح ثم صلاة الوتر وكل من هذه الصلوات سيأتي عنده عنه حديث خاص إن شاء الله تعالى. Hij zegt dus hier zo dat de vrijwillige gebeden die kun je over het algemeen opsplitsen in twee soorten, in twee categorieën. Eerste soort is vrijwillige gebeden die een bepaalde tijdstip hebben, dus die bepaalde specifieke momenten hebben. En andere vrijwillige gebeden die gewoon algemeen zijn. Die je kan doen op elk moment.
Yani die geen vaste tijdstippen hebben. Tayyip, vrijwillige gebeden die vaste tijdstippen hebben, of die bepaalde momenten hebben, zijn onder andere, zegt hij, Salat al-Kusuf. Salat al-Kusuf, dat is het gebed dat wordt gebeden wanneer er zonverduistering plaatsvindt, of maanverduistering plaatsvindt. Deze gebed, en heeft een bepaald moment wanneer die gebeden moet worden. Wanneer? Als de zon wordt verduisterd, of als er maanverduistering plaatsvindt. Want zonverduistering en maanverduistering, dat zijn tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. En hij waarschuwt daarmee zijn dienaren. En hij, yani, maakt zijn dienaren daarmee bang. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als jullie dat zien, als jullie zien dat de maan wordt verduisterd of de zon verduisterd, hij zei, ga dan bidden. Fasallu wa tasaddaqu wad'u. Verricht het gebed en doe dua en geef sadaqa. Yani, doe aanbiddingen, want dit zijn tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor hetzelfde geld, yani, houd het op. Yani, kan Allah subhanahu wa ta'ala zo de wereld laten vergaan. Zo is het makkelijk voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zulke tekenen zijn tekenen die duiden op de qudra van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij waarschuwt daarmee zijn dienaren. De Salat al-Kusuf en Salat al-Istisqa, het gebed van de regen. Gebed van de regen, yani het vragen van de regen. Dat is ook een gebed die speciaal is, op bepaalde momenten plaatsvindt. Wanneer? Yani als het in tijd van droogte. In tijd van droogte. En als de leider daar opdracht voor geeft, dan hoort normaal gesproken, worden de imams deze salat te verrichten. Salat al-Istisqa. Dat is yani wanneer er droogte is en wanneer de mensen en de dieren en de planten en alles regen nodig hebben, dan is het sunna om deze gebed te verrichten. En deze gebeden gaat de schrijver nog allemaal behandelen. En ook Salat al-Tarawih, Salat al-Tarawih die plaatsvindt in Ramadan. En Salat al-Witr die plaatsvindt yani na Salat al-Isha. Yani, en zo heb je salawat, zoals salawat al-Nawafil of al-Rawatib, die plaatsvinden voor de gebeden, voor het dhuhr, na het dhuhr en dergelijke, na Maghrib en na Isha en voor de Fajr. Dit zijn gebeden, vrijwillige gebeden, die vallen onder al-Nawafil al-Muqayyada. Nawafil, vrijwillige gebeden, die bepaalde momenten, bepaalde specifieke tijden hebben. En je hebt natuurlijk alle andere Nawafil, die hebben geen specifieke tijd. Die kun je bijvoorbeeld bidden wanneer je die wil, behalve natuurlijk op de tijden dat de gebeden zijn afgeraden. En die tijden gaan we ook, inshallah ta'ala, behandelen. Dus deze twee soorten heb je. En daarnaast heb je, kun je ze ook opsplitsen, de vrijwillige gebeden in twee soorten. Je hebt vrijwillige gebeden die je gezamenlijk mag bidden. En je hebt vrijwillige gebeden die je apart bidt. Vrijwillige gebeden die je gezamenlijk bidt, zoals het Tarawih. En zoals Salat al-Kusuf, wat we net zeiden, voor zonverduistering of maanverduistering, voor de Kusuf. En Salat al-Istisqa is ook een gebed die je gezamenlijk verricht. Zo heb je yani, gezamenlijke gebeden die nawafil zijn. En je hebt andere gebeden die je gewoon apart bidt. Zoals de normale nawafil voor de gebeden, zoals ik net zei. Voor het dhuhr, na het dhuhr. En ook gewoon tahiyat al-masjid. En ook bijvoorbeeld rak'atay al-adhan of sunnat al-adhan. Dat zijn gebeden die alleen maar die apart ieder voor zich bidt. Nou, dan is het de schrijver, hafidahullah ta'ala, bab fi salat al-witr wa ahkamiha. Dus hier begint hij, maakt hij een begin aan de eerste vrijwillige gebed. En dat is Salat al-Witr. Salat al-Witr heeft de schrijver hafidahullah opgenoemd als vrijwillige gebed. En Salat al-Witr. Al-Witr betekent yani oneven. Dat is de betekenis van al-Witr. Tegenovergestelde van al-Shafa. Wat al-Shafa betekent yani even. En al-Witr betekent oneven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith, zoals in Bukhari staat, inna allaha witrun yuhibbul witr. Inna allaha yuhibbul witr. Inna allaha witrun yuhibbul witr. Allah subhanahu wa ta'ala is één, oneven, en hij houdt ook van oneven. Dus al-witr betekent yani, oneven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de hadith over bij het istijmar, bij het vegen, yani na al wudu, wat we ook hebben behandeld in de hoofdstuk van wudu. Hij zei, فَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Degene die zeg maar de onreinheden veegt na het doen van de behoefte,
dat istijmar, als dat gebeurt met stenen, is dat istijmar of istinja met water. Hij zei, men istijmara fel yutir. Wie istijmar doet, laat hem dan dat oneven doen. Yani, oneven, dus minimaal drie zoals in de hadith staat. Dus oneven is 1 en oneven is 3 en 7 en 5 en dergelijke. Dus el witer betekent oneven. Tayyib, in de taal. Als het gaat om istilah in de termkunde van de fuqaha, van de geleerden, dan is el witer het gebed dat wordt verricht na al isha. Na al isha, het gebed dat na al isha wordt verricht, is el witer. Dat kan 1 zijn, dat kan 3 zijn, 5 en 7 en dergelijke. En we gaan het ook nog opnoemen, inshallah ta'ala. En het oordeel van al-witr, wat ik net zei, de schrijver heeft al-witr opgenoemd als vrijwillig gebed. En dat is de mening van de meeste geleerden. Qawl al-jumhur, jumhur, zoals imam Malik, imam Shafi'i, imam Ahmed, hun zeggen dat al-witr sunnah is. Sunnah mu'akkad, zeggen ze. Strikt aanbevolen, sunnah. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, zegt dat al-witr wajib is. Imam Abu Hanifa is van mening dat al-witr yani verplicht is, wajib. Niet de positie, niet de status heeft van de 5 gebeden, al-fard, maar hij zegt, is wajib. En zoals ik net zei, qawl al-jumhur, de meeste geleerden zeggen dat de witr mustahab is, of sunnah mu'akkada is. En onder andere de bewijs daarvoor is de hadith die ik in het begin heb opgenoemd van de les, hadith al-Arabi, die Bedouin. Toen hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam, en hij zei tegen hem, wat is voor mij verplicht? Hij zei de 5 gebeden. Hij zei, zijn er nog andere gebeden? Hij zegt, nee, behalve als je iets vrijwillig wil doen. Dus nee betekent hier dat er geen andere verplichte gebed meer is naast deze 5 gebeden. Dus witr valt dan ook buiten deze 5 en behoort tot de rest wat aanbevolen is. Hij zegt, illa, illa en tatawwa. En ook Ali, radiyallahu anhu, sahabi Ali, radiyallahu anhu, hij zei ook over witr, hij zegt, al witr, leysa bihatm. Yani, leysa bihatm, met andere woorden, hatm is al-wujub. Yani, al-witr, hij zegt, is niet verplicht, leysa biwajib, leysa bihatm. Hij zegt, leysa bihatm, kehayati al-maktuba, walakinahu sunnah, sannaha rasulullahi, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali, radiyallahu anhu, hij zei van, dat al-witr, dat niet verplicht is, zoals de verplichte gebeden. Maar sunnah, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, heeft deze gebed als sunnah, yani, verordend, als voor yani, voor de mensen. Lakinnaha sunnah, sannaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En deze overlevering staat in Sunan al-Nasa'i en is sahih verklaard door Sheikh al-Albani rahimallahu al-jami'. Lakin, yani, ondanks dat witr niet verplicht is, yani, is niet moet iemand dat niet laten. Yani dat deze gebed, ondanks dat deze gebed niet verplicht is zoals de 5 gebeden, betekent niet dat het yani een gebed is die weinig waarde heeft. Of die. Nee, deze gebed is belangrijk en dit is een strikt aanbevolen sunnah. Zo strikt dat imam Ahmed, rahimahullah, heeft gezegd. Hij zei, wie el witr laat, yani wie el witr constant laat, niet witr bidt, hij zegt, fahada rajulun su. Dit is een slecht persoon, iemand die constant en witr niet bidt. Hij zegt, fahada rajulun su. Hij zei, la tuqbal shahadatu. Zo'n persoon, hij zegt, zijn getuigenis wordt niet geaccepteerd. Niet getuigenis van een shahada, shahadu la ilaha illah. Nee, getuigen als er bijvoorbeeld iets gebeurt, en daar moeten getuigen bij komen, die moeten getuigen, en hij mag niet getuigen. Met andere woorden, hij is niet betrouwbaar. Want alleen de betrouwbare mogen getuigen. Alleen de getuigenissen van betrouwbare mensen, die worden alleen geaccepteerd in de sharia. Met andere woorden, hij zegt van, hij is niet betrouwbaar. Iemand die altijd of die constant yani, al-witr verlaat. En deze uitspraak heeft Ibn Qudama overgeleverd en opgenoemd in zijn boek Al-Mughni. Tayyib, al-witr, wat ik net zei, de tijd van al-witr is of begint na al-isha. Na al-isha begint de tijd van al-witr. Als je de maghrib en al-isha samen zou voegen op reis of iets anders, dan ook begint tijd van witr na al-isha. Ook al bid je al-isha met maghrib in het begin van de tijd. Dus de begintijd van al-isha is na al-witr. En Aisha radiyallahu anha, zoals staat in Sahihain, ze zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani van elke deel van de nacht zijn witr heeft gebeden. Ze zei, min kulli layl awtara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min awwali layl wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar.
Aisha radiallahu anha zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de witer heeft gebeden in het begin van de nacht. En ook in de helft van de nacht. En ook op het einde yani van de nacht. Zij en als laatste was zijn witer altijd op het einde van de nacht. Zijn witer was het meest yani op het einde van de nacht. En einde van de nacht, yani agir al-layl, dat is ook de beste tijd voor al-witer. Dat is ook de beste tijd yani voor al-witer. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in hadith, hadith Jabir. Hij zei, فَمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ رواه مسلم. Deze hadith is sahih Muslim, waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wie yani bang is dat hij niet de laatste gedeelte van de nacht opstaat, laat hem dan in de eerste gedeelte van de nacht zijn witer bidden. Dus na Isha. En iemand die bang is dat hij niet opstaat. En die voor een fajr, voordat fajr aanbreekt. Laat hem dan zijn witer bidden in het begin. In het begin. Yani in het begin van de nacht. Na Isha. En hij zei daarna. Iemand die denkt of die hoopt. Die denkt dat hij zal opstaan. Einde van de nacht. Laat hem dan de witer uitstellen. Tot het einde van de nacht. Hij zei, want het einde van de nacht, deze moment, meshhoed, yani de malaika, yani zeg maar, die getuigen van deze moment. En dit is ook een moment natuurlijk, deze moment, einde, of laatste deel van de nacht, laatste derde deel van de nacht, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, dat Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt. In hadith sahih, in authentiek hadith, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah subhanahu wa ta'ala elke laatste derde deel van de nacht, elke dag, laatste derde deel van de nacht, neerdaalt. Hij daalt neer naar de wereldse hemel. Hij daalt neer op een manier die bij hem past. Allahu a'lam hoe dat is. Maar wij bevestigen datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft bevestigd. En datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft bevestigd. En nuzul, deze het neerdalen op een manier die bij Allah subhanahu wa ta'ala past. En Allah subhanahu wa ta'ala, niets is aan hem gelijk. Dus wij vergelijken hem niet. En we verdraaien het ook niet. En we ontkennen het ook niet. Maar we bevestigen het zonder daar een hoe aan toe te kennen. Hoe? Allahu a'lam. Allah heeft geen bericht gemaakt van hoe hij neerdaalt. Hij heeft alleen gezegd van dat hij neerdaalt. De profeet zei van dat hij neerdaalt. Hoe? Heeft hij niet gezegd. En Allah zegt in de Koran, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Niets is aan hem gelijk. Niets is aan Allah subhanahu wa ta'ala gelijk. En hij is de alhorende en de alziende. Dus hij daalt neer op deze moment. En als iemand, en hij daalt neer. En de profeet zegt van, als Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt, dan zegt hij, Man yad'uni fa astajibu lah. Wie vraagt mij? Wie? En yani smeekt mij. En ik zal zijn smeekbeden verhoren. Man yas'aluni fa a'tiyah. Wie vraagt mij? En ik zal hem geven. Man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Wie vraagt mij om vergiffenis? En ik zal hem vergeven. Deze drie vragen stelt Allah subhanahu wa ta'ala op dit moment aan degene die wakker is. En daarom is het ook yani, aanbevolen om deze moment yani, wakker te zijn en om te bidden. Om te bidden onder andere, witer kan je bidden. Je kan 5 bidden of 3 of het maakt niet uit. Yani, als je maar een deel hebt van deze grote, of als je maar yani, gebruik maakt van deze deel van de nacht, wanneer Allah subhanahu wa ta'ala neerdaalt en wanneer hij deze vraag stelt en die we net hebben gehoord. Maar zoals jullie weten, yani, in deze tijd, terwijl in deze tijd, yani, de meeste mensen slapen op die moment. Dus als Allah subhanahu wa ta'ala zegt, men yas'aluni, yani, je slaapt, ja, dat is een probleem. Daarom deze moment, dat is de beste moment van de dag en de nacht, de beste moment. Maar zoals ik net zei, deze moment, de meeste mensen, yani, die verspillen deze moment in het slapen. Dat is yani, het beste in het slapen. Anderen verspillen het misschien nog in zonde of in andere dingen. Om deze reden is de laatste derde deel van de nacht yani, beter om daar te bidden. Sahar. Wacht de Sahar. En ook, dat is ook tegelijkertijd het einde van witer. Eindtijd van witer is al-fajr.
Want met, als Fajr binnenkomt, als de Fajr aanbreekt, dan is de witer ook opgehouden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in hadith ibn Umar, waarin de profeet zegt van salatul layli methna methna. Fa'in khashiya ahadukum subh, fal yutir bi wahida, of fal yusalli wahida, tutiru lahu ma qad salla. Hij zei van, de nachtgebeden zijn 2-2, yani bid 2-2. Hij zegt, als iemand van jullie, als de ochtend nadert, yani al-fajr, als salat al-subh nadert, als je bang bent dat salat al-subh binnenkomt, hij zei, bid dan 1. Yani rond het 1, maak het af, en bid 1, luiter. Met andere woorden, yani bid het voordat salat al-subh aanbreekt. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Sahih Muslim, hij zegt, autiru qabla an tusbihu. Autiru, verricht al-witr, voordat jullie wakker worden, voordat de ochtend aanbreekt. Yani al-fajr, als subh hier, wordt mij al-fajr mee bedoeld. En een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, fasalluha bayna al-isha wa tulu'i al-fajr. Yani of al-witr, verricht het gebed tussen al-isha en tulu' al-fajr. En al-fajr. En als iemand bijvoorbeeld zichzelf heeft verslapen, hij is vergeten om witr te bidden, of hij wou opstaan het einde, derde einde van de nacht, wou hij opstaan, en hij heeft zich verslapen, en Fajr is binnengekomen, dan is in principe de tijd van witr voorbij. Maar witr kun je ook inhalen. Als iemand witr wil inhalen, aanbevolen, is niet verplicht, dan moet hij witr inhalen overdag. Yani, niet met Fajr, pas als de zon is opgekomen. Als de zon is opgekomen, dan pas yani, kan witr ingehaald worden. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan. Zoals Aisha radiallahu anha zei. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als hij de witr, of als de slaap, als hij zichzelf had verslapen, dan bad hij el witr overdag 12 rak'aat. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam bad altijd 11. Degene die de witr inhaalt, maakt hem in plaats van oneven, even. Als hij normaal gesproken 3 bid, dan bidt hij 4. Als hij normaal gesproken 5 bid, bidt hij 6 of 1, bidt hij 2. Dus hij, als je hem overdag bidt, dan bidt je hem even. Want de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij bad normaal gesproken 11. En toen hij el witr had gemist, heeft hij 12 gebeden. Dus hij voegde eentje daaraan toe. Dus 2 rakaat. En daarna tot 12. Wat ik net zei, yani, als je hem overdag inhaalt, dan haal je hem in shaf'an. Yani even. Aantal rak'aat van witr. Uit hoeveel rak'aat bestaat el witr? El witr, minimaal of het minste, minimaal aantal rak'a is 1. Is 1 rak'a. En maximaal aantal rak'a is of 11 of 13. Allebei zijn ze overgeleverd, 11 of 13. Sommige geleerden zeggen 11 rak'aat. En sommigen zeggen, yani 13 rak'aat is ook toegestaan. Maar minimaal 1. Yani, en maximaal 11, yani, of 13. 1 rak'a is overgeleverd, dat Ibn Abbas en ook Ibn Omar dat hebben overgeleverd, dat de profeet zei van al-witru rak'a. De profeet zei van al-witru rak'a min akhir al-layl. Min akhir al-layl. Al-witru is 1 rak'a, yani, op het einde van de nacht. En ook hadith Ibn Omar, salatul layli methna methna, fa'in khashiya ahadukum subh, fal-yutir biwahida. Fal-yutir biwahida, yani, dat hij moet afsluiten met 1. Dus al-witru, minimaal is het 1 rak'a. Minimaal 1 rak'a. Maximaal, wat ik net zei, 13 of 11. 11, de profeet sallallahu alayhi wa sallam bad 11. Zoals Aisha radiallahu anha zei, toen haar werd gevraagd over de witr van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze zei van, kan yusalli arba'a. La tes'alu an tulihin, wa la an husnihin. Thumma yusalli arba'a. La tes'al an tulihin, wa la an husnihin. Thumma yusalli thalatha. ثم يوتر بثلاثة يعني 4 and 3 dat is 11 rak'aat. En zei dat hij dat in Ramadan, dat hij in Ramadan of buiten Ramadan niet meer als 11 bad. Toen zij over de witr werd gevraagd. En ook is overgeleverd dat hij ook nog 2 ging bidden, 2 rak'aat ging bidden voordat hij aan de witr begon of aan qiyam al-layl yani begon. Ala kulli hal, yani de witr is 1, minimaal 1 en maximaal yani 13. Of volgens sommige geleerden 11. En
geleerden praten ook over, yani wat minimaal, wat zeg maar, minimaal is 1, maar wat eigenlijk yani completer is, is 3. Het bidden van 3 raka'at, wat ze noemen adna al-kamal. Yani adna al-kamal is 3, yani raka'at, 2. Yani die 3 raka'at kun je op verschillende manieren bidden, maar onder andere je bidt 2 raka'at, dan met teslim, en dan bid je nog 1 raka'at, en dan weer met het teslim. Tayyib, hoe de manieren van het verrichten van witr. Een witr gebed kun je op verschillende manieren verrichten. Want je hebt onder andere, yani, bestaat uit verschillende raka'at. Je kan maximaal yani, 13 raka'at bidden. Dus er zijn ook andere, er zijn ook verschillende manieren om deze gebeden yani, te verrichten. Tayyib, over het algemeen yani, kun je deze manieren door 2 splitsen. 2 soorten. Eerste soort, yani, door deze raka'at van elkaar af te splitsen. Dus je bidt gewoon 2 raka'at. Laat je zeggen, je bidt 5, bid je 2, 2, is 4. En die 2 met salam, 2 met salam. En daarna blijft nog 1 raka'at over. En die bid je gewoon met 1. Gewoon 1 raka'at. De bekende manier die de meeste mensen kennen. Of bijvoorbeeld 11, bid je 2, 2, 2. En die splitst elke 2 raka'at, bid je apart. En dan als laatst sluit je af met yani 1 raka'at. Met 1 raka'at. Dat is yani, de meest yani, bekende manier. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het ook gezegd. Salatul layli methna methna 2-2. Fa'in khashya ahadukum subh fal yutir bi wahida. Dus als je op het einde komt, dan sluit je af met 1 raka'a. En er is een andere manier. Dat is door deze raka'at in 1 keer te bidden. Samen. Yani, zonder steeds salam te geven. Dat is ook overgeleverd. En dat is ook yani, toegestaan. En deze manieren zijn ook verschillend, weer verschillend. Onder andere bijvoorbeeld wanneer je 3 raka'at bidt, witr. 3 raka'at, als je witr 3 raka'at bidt. Zoals ik net zei, je kan 2 raka'at bidden en dan salam geven en dan nog 1 erbij doen. Dan heb je ook 3 gebeden. Maar je kan ook 3 bidden in 1 keer. Je bidt ze 3 raka'at achter elkaar in 1 keer. Ja, die eerste raka'at, tweede raka'at, zonder tashahud, sta je weer op, bid je 3 raka'at met 1 tashahud op het einde. 1 tashahud op het einde. En dan geef je de salam. Dat is ook yani, overgeleverd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het ook yani, gedaan. Tayyib. En ook als je bijvoorbeeld 5 bid. Of 7 bid. 5 bid of 7 bid. Bid je ze ook achter elkaar. Tot op het einde. De laatste raka'a. Laatste raka'a. Dan pas zit je en geef je tashahud. Dus je geeft maar 1 keer tashahud. Bij 5 of bij 7. Of bij 3, wat we net zeiden. Yani, je mag ze ook, wat ik net zei, afsplitsen. Dat je 2 raka'at bidt. Maar als je ze in 1 keer bidt, dan bid je ze op deze manier. Op het einde van de 7e of de 5e of de 7e raka'at ga je pas zitten. En dan pas doe je tashahud 1 keer. En dan doe je salam. Als je 9 bidt, 9 raka'at bidt, dan bid je 8 raka'at achter elkaar. Zonder zitten, zonder salam, zonder, yani, zonder zitten, zonder niks, zonder tashahud. 8 raka'at. Achter elkaar. En daarna, na de 8e, ga je zitten. Na de 8e ga je zitten. En doe je tashahud. Tayyib. En daarna sta je op. Sta je op. Na de 9e. En dan bid je nog eentje dus erbij. 9e. En dan zit je weer. En dan doe je weer. Yani het tashahud. En dan geef je salam. En dan geef je salam. Dus bij de 8e zit je. En bij de 9e zit je. Dus 2 keer. Het tashahud. Wanneer je 9 raka'at bidt. Als je 11 raka'at bidt en je wil ze achter elkaar bidden, dan bid je 10 achter elkaar. 10 raka'at bid je achter elkaar. En daarna zit je bij de 10e, doe je tashahud. En daarna sta je op naar de 11e. En die bid je dan. En dan doe je weer tashahud. En daarna geef je weer salam. En je mag ook deze bij 9 en bij 10. Of bij 9 en bij 11. Mag je ook achter elkaar bidden zoals je bij 3 en bij 4, bij 5 en 7 doet. Achter elkaar bidden tot het einde. En dan pas tashahud doen op het einde helemaal. Dus tashahud op het einde helemaal mag bij allemaal. Mag bij al die raka'at. Dat je ze allemaal bidt. Pas op het einde geef je 1 keer tashahud. En 1 keer salam. Tayyib, dan is het schrijver ook nog. Hij zegt, wat aanbevolen is om te reciteren.
bij in witr, als je drie raka'at bidt. Als je drie raka'at bidt, is het aanbevolen om in de eerste raka'a sabbih te lezen. Sabbih isma rabbika al-a'la in de eerste raka'a. In de tweede raka'a reciteer je qul ya ayyuhal kafirun. En in de derde raka'a reciteer je qul huwa allahu ahad. Wanneer je witr drie bidt, dan reciteer je in de eerste raka'a sabbih isma rabbika al-a'la, is aanbevolen, niet verplicht. En in de tweede raka'a qul ya ayyuhal kafirun. En in de derde raka'a qul huwa allahu yani ahad, qul huwa allahu ahad. En dan is er nog iets wat ook nog aanbevolen is in de witr, en dat is al-qunut. Al-qunut in de witr. Al-qunut, dat is dua die plaatsvindt yani, in de witr. Qunut al-witr, je hebt ook qunut al-nawazil, maar we hebben het hier over qunut al-witr. En qunut in de witr is sunnah. Sunnah over het hele jaar door. Sunnah over het hele jaar door. Met andere woorden, je kan het gewoon heel het jaar door. Kun je, als je qunut wil doen, kun je dat doen. Is niet speciaal voor Ramadan. Is ook niet speciaal voor de laatste 10 dagen. Zoals sommigen wel hebben gezegd. Maar witr, qunut in witr, is sunnah over het hele jaar. Alleen is het niet de sunnah om dat constant te doen. Yani, het is sunnah om dat af en toe te doen. Maar niet altijd qunut doen. Dat is niet overgeleverd. Het is overgeleverd dat er wel qunut is. Maar niet dat de profeet Sassam altijd een qunut deed. En het bewijs daarvoor is dat de sahaba die de witr hebben overgeleverd op verschillende manieren, heel veel van hun hebben geen qunut overgeleverd. Wat inhoudt dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam niet altijd qunut deed. Want als hij altijd qunut zou doen, zou het ook overgeleverd zijn in deze raka'at die we allemaal hebben opgenoemd. En al die, zoals voor het hadith Aisha, al die overleveringen staat niet in dat hij qunut deed. Maar het is wel overgeleverd dat de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam Hassan en Hussein, of hadith Hussein, of Hassan, dat hij hem dua al-qunut leert. Dua al-qunut leert die in de witr plaatsvindt. En de witr, of de qunut, die vindt plaats yani, na een rukoor. Na het terugkomen van een rukoor. Dus Allahu Akbar, Sami'a Allahu min Hamida. En dan vindt al qunut plaats. En sommige geleerden zeggen dat je ook al qunut mag doen voor een rukoor. Yani voor al rukoor. En ook dit is overgeleverd. Dus yani, beide zijn toegestaan. Beide zijn toegestaan. Voor een rokoor is onder andere madhab van de Malik en ook Abu Hanifa. En na een rokoor is het madhab van de meeste geleerden. En imam al-Bukhari, rahimahullah, in zijn boek Sahih al-Bukhari, heeft hij een hoofdstuk aangehaald, waarin hij als titel aangeeft, Bab al-Qunut, qabla al-Rokoor, wa ba'da al-Rokoor, wa ba'dahu. Yani, hij geeft hier aan dat Qunut zowel voor een rokoor plaatsvindt, als na een rokoor plaats kan vinden. Alleen is het meestal, het meest is dat rokoor na rokoor plaatsvindt. En ook tijdens al-qunut, wanneer al-qunut wordt, dua wordt yani, opgezegd, hardop door de imam, dan is het ook aanbevolen om je handen op te heffen. Deze daad is overgeleverd van de sahaba. Dat sahaba dat hebben gedaan, het opheffen van de hand tijdens al-qunut. Alleen als die klaar is met al-qunut, met de dua, is het niet aanbevolen om je gezicht daarmee te vegen. Het vegen van de gezicht na het dua, zowel binnen het gebed als buiten het gebed, yani, is niet overgeleverd. En het behoort volgens vele geleerden tot innovaties. Het vegen van de gezichten is overgeleverd in een hadith die da'if is. Taib. Dat is wat betreft yani, al-witr. En de dua die in witr gedaan kan worden, qunut al-witr, is Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi ma tawallait. وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. يعني deze dua is overgeleverd van hadith al-Hassan, Hassan de zoon van Ali radiyallahu anhu. Dat staat in Tirmidhi en andere. En hij is ook authentiek verklaard door Sheikh al-Albani rahimahullah. Dus deze hadith is overgeleverd, is authentiek. Deze kun je doen in al-Witr. طيب. De volgende gebed die de schrijver heeft opgenoemd, die valt onder التطوع under de niet verplichte gebeden is salat al-tarawih. Hij zegt bab fi salat al-tarawih wa ahkamiha. Salat al-tarawih lijkt veel natuurlijk op witr in heel veel opzichten. Alleen salat al-tarawih yani, is anders dan witr in bepaalde opzichten, is hij weer anders dan witr, onder andere omdat salat al-tarawih wordt gezamenlijk gebeden. En salat al-tarawih heeft ook een reden, dat is verordend. De profeet sallallahu alayhi wa sallam,
toen hij nog leefde, yani, heeft hij Salat Tarawih gebeden een aantal keer. Een aantal keer, sommigen zeggen 3 dagen of 4 dagen, zoals in de hadith staat van, hij had 3 dagen gebeden, hij kwam de 4e dag of de 3e dag komt hij niet naar buiten. Yani, de 3e of de 4e dag heeft hij niet gebeden. Dus hij had zeg maar, gebeden met hun en er kwamen Sahaba die baden achter hem. Volgende dag komt hij weer en was in Ramadan. En de groep was nog groter geworden. En de 3e of de 4e dag, yani, komt hij niet naar buiten. Want hij zag dat die groep heel erg groot was geworden. Omdat ze hadden gehoord dat de profeet sallallahu alaihi wasallam deze gebed verrichtte. En de groep was groot geworden. En de profeet zag dat. En hij kwam niet naar hun toe om het gebed te verrichten. En hij zei de volgende ochtend zei hij tegen hun, ik heb jullie gezien dat jullie verzamelden. En hij zei, ik kwam niet naar buiten omdat ik bang was dat het misschien verplicht gesteld zou worden voor jullie. En dan zal het voor jullie misschien moeilijk worden. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om deze reden, om het niet moeilijk te maken voor ons, is hij niet naar buiten gekomen daarna. Want die tijd was nog de tijd dat de verplichtingen werden verordend. Yani de wahi werd nog de openbaring. En die daalde nog neer. En de profeet aan hem werd nog geopenbaard. Dus de kans was er dat en die geopenbaard zou kunnen worden. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen de sahaba van, ik ben expres niet naar buiten gekomen voor jullie. Zodat het gebed niet verplicht yani, zou worden. En salat al-tarawih, term of deze benaming, yani, is een benaming die hebben de geleerden gegeven. Waarom die benaming zo heet, is omdat eigenlijk na vier rakaat, gingen ze rusten. Dus ze baden 2 rakaat, 2 rakaat, en daarna gingen ze rusten. Yani, tarwih, zeg maar, rust nemen, soort pauze nemen, en daarom heet deze salah tarawih. Dus om de 4 rakaat gingen ze pauze nemen, en daarom heet deze salah, yani salat, yani tarawih. Zoals de schrijver hier zegt, هذا صلاة التراويح هذا مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة سميت التراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون الصلاة ثم قال وفعلها جماعة في المسجد أفضل فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وزاد في البخاري وذلك في رمضان طيب dus wat we net hebben opgenoemd, yani dit is wat de schrijver hier nu ook zegt over wat betreft yani salat tarawih. Dan is het schrijver rahim hafidhahullah ta'ala wafi'luha wafa'alaha sahabatuhu min ba'dihi. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij had tarawih een aantal yani nachten gebeden. En daarna is hij ermee gestopt. Tayyip, hoe is het daarna weer tot stand gekomen? Want hij heeft maar een aantal nachten gebeden. En daarna is hij ermee gestopt. Daarna in de tijd van toen de profeet sallallahu alaihi wasallam stierf. Toen Abu Bakr radiallahu anhu hem opvolgde. Is het gebed ook niet weer op die manier zo ontstaan. Of zeg maar teruggekomen. Maar het pas in de tijd van Omar. In de tijd van Omar radiallahu anhu. Toen Omar tijdens Ramadan. Toen hij zag dat de sahaba yani, baden in de moskee. En de een bidt in zijn eentje. En sommige baden yani, met z'n tweeën. Yani, ze baden in de moskee. Maar ieder voor zich. En sommigen hadden ook yani, een kleine groepje met wie hij samen bad. Want ze wisten dat in Ramadan. Dat het gebed yani, in Ramadan veel waarde had. Want de profeet zegt van man qama Ramadana iman wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Yani wie Ramadan opstaat yani, en bidt in de nachten. Imanen, yani, hij gelooft erin en hij hoopt op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Zijn zondes, zijn voorafgaande zondes of voorgaande zondes zullen daarmee vergeven worden. Yani, de kleine zonden zullen daarmee vergeven worden. Dus zij baden wel. Alleen Umar radiallahu anhu, hij zag dat. En hij dacht van, als ik ze nou met z'n allen verzamel en achter één imam laat bidden.
En hij gaf Ubay ibn Ka'b de opdracht om imam te zijn. Ubay ibn Ka'b was iemand die hafid was. En hij gaf hem opdracht om imam te zijn, zodat de sahaba achter hem yani, konden bidden. Dus daar, toen, vanaf dat moment is Salat Tarawih weer zeg maar, teruggekomen zoals het was in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En Omar radiallahu anhu, toen hij dat zag, yani de nacht daarop, toen hij dat zag, yani werd hij blij. Yani dat yani beter was dan hoe het eerst was. Hij zag, zeg maar, hij zag ze met, als groep achter één imam bidden. En hij zei toen, yani, ni'mal bid'a hadihi. Hij prijste yani, deze vorm. En hij zei, ni'mal bid'a, zeg maar, deze bid'a een goede bid'a is. Maar yani, sommigen gebruiken dus deze yani, woorden van Omar om te zeggen van, dat er ook goede bid'a's zijn. Dus dat je bid'a's mag doen, als ze maar goed zijn. Want Omar zei ook van, ni'mal bid'a hadihi. Maar dat is geen bewijs voor hun. Want Omar radiallahu anhu heeft iets gedaan wat de profeet heeft gedaan. De profeet heeft het ook gedaan. Alleen de profeet is ermee gestopt omdat hij bang was dat het verplicht zou kunnen worden. In de tijd van Omar is die angst er niet meer. Want Omar is geen profeet en de openbaring is gestopt. Dus er is geen kans meer dat het verplicht zou worden. En Omar radiallahu anhu heeft iets gedaan wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan. Dus het is geen bid'a in de islam. Maar dit geleerd zegt van deze uitspraak bid'a is bid'a in de taal. Bid'a in de taal is iets nieuws. Ja, yani iets nieuws. Iets nieuws gewoon in de taal. Maar iets nieuws in de dien is het niet. Want Tarawih was bekend. Tarawih heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani, gebeden. Plus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in hadith alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i al-rashidin. Dus alles wat de khulafa'i al-rashidin doen, khulafa'i al-rashidun, de sahaba, de rechtsgeleide, yani, Khalifa, yani, Abu Bakr, Omar, Sahaba of het algemeen, alles wat hun doen is sunnah. Want de profeet zei van, alaykum, yani, neem, hou je vast aan mijn sunnah en hun sunnah. Dus hun sunnah is ook sunnah. Dus dat is ook niet zeg maar, een bewijs dat je mag innoveren. En elke innovatie, heeft de profeet van gezegd, is een dwaling. Kullu wa kullu muhdathatin bid'ah. Elke innovatie is een, of elke vernieuwing is een innovatie. Wa kullu bid'atin dalala, kul. En kul is al. Yani, dit is iets, deze kul wordt gebruikt in het Arabisch om aan te duiden. Om iets yani, algemeens te zeggen. Yani, al-umum, aam. Kul betekent van elke. Elke vernieuwing is een dwaling. Dus elke vernieuwing, daar valt alle andere vernieuwingen onder. Die te maken hebben met het dien. Te maken hebben met het dien. En, want sommige mensen maken ook geen onderscheid tussen vernieuwingen in het dunya en vernieuwingen in het dien. Soms zeggen ze van, oké, ja, als bid'a's niet toegestaan zijn, dan moeten jullie ook geen auto's rijden, moeten jullie ook niet in de vliegtuigen stappen. Dat is ook allemaal nieuw. Maar dat is nieuw, klopt. Maar deze nieuwe dingen hebben niks te maken met het dien. We hebben het hier over zaken, vernieuwingen, aanpassingen, vernieuwingen in de dien. Die te maken hebben met de godsdienst. Waarmee wij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. Wanneer iemand in het vliegtuig stapt, is geen aanbidding. Hij wil mee, hij maakt een reis en hij komt terug of hij neemt de auto. Deze dingen zijn gewoon toegestaan. Dit is gewoon dunya. Als het gaat om dunya zaken, wereldse zaken, is alles toegestaan. Je mag vernieuwen en je mag innoveren wat je wil. Maar dat doen ze weinig, Lonestein. Maar als het gaat om dien, mag je niks doen. Behalve waar bewijs voor is. En het dunya, je mag eten en drinken en aandoen alles wat je wil. Behalve als er bewijs voor is, dat verboden is. Dus bij dunya zaken, de regel is dat alles is toegestaan. Behalve waar bewijs voor is dat iets is verboden. Bijvoorbeeld, je mag eten en drinken wat je wil. Behalve waar bewijs voor is wat verboden is. En er is bewijs voor dat bijvoorbeeld een gammer verboden is, een ginzier, varkensvlees is verboden, alcohol, en bloed en dergelijke. Taip, hier is bewijs voor. Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu kada. Wa lahmul ginzier. Taip, wat betreft yani, aanbiddingen, mag niks gedaan worden. Alles is verboden, totdat er een bewijs is dat iets toegestaan is, dat je iets mag doen. Dan pas is het aanbidding. Dus de regel bij aanbiddingen is dat je moet stoppen. Dat je niks moet doen, behalve met bewijs. Want als je iets extra's gaat doen, dan innoveer je. En de profeet heeft gezegd, men amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa rad. Wie een daad verricht waar wij geen opdracht voor hebben gegeven, yani waar de dien niet mee is gekomen, zo'n daad yani, is mardood, is yani, ongeldig en wordt niet, is onacceptabel. Ala kulli hal, Omar radiallahu anhu zei dat toen hij deze sahaba bij elkaar heeft gezien, nadat hij zijn opdracht heeft gegeven om achter Ubay ibn Ka'b yani, te bidden.
En de opdracht van Omar radiallahu anhu staat in Bukhari. Staat in Sahih Bukhari, die heeft overgeleverd dat Omar in zijn tijd yani deze sunnah heeft teruggebracht. Sunnah van Salat, yani at-Tarawih. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith, yani, hij zegt, inna rajul idha qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. Als een persoon met de imam, yani tarawih, met hem bidt, totdat de imam yani, vertrekt, totdat de imam klaar is, en hij bidt hem alles, alles met de imam, totdat de imam klaar is, kutiba lahu qiyamu layla. Voor zo iemand, die krijgt de beloning van als iemand die heel de nacht yani, heeft gebeden. In een andere hadith, men salla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. Dus een ajr van tarawih, een ajr van qiyam layl, yani, in Ramadan, is groot. Onder andere natuurlijk de hadith die ik net opnoemde. Men qama Ramadan en iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. En dit is ook een bewijs eigenlijk dat de salat tarawih beter is in jama'a. In jama'a. Deze hadith, men qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. De salat tarawih in jama'a is beter dan dat iemand apart bidt. Plus ook waarom het beter is, omdat de sahaba, yani achter, of omdat de Umar radiallahu anhu, opdracht heeft gegeven aan Ubay ibn Ka'b om te bidden voor de mensen. En dit is via een sahabi. En via Umar radiallahu anhu, niet zomaar een sahabi. Dus deze, dit is bewijs. Dit is beter dan het bidden apart. Terwijl eigenlijk een nawafil, wat ik net zei, nawafil normaal gesproken zijn ze apart beter, of zijn ze beter om thuis te bidden. Maar deze zijn gespecificeerd. Die zijn bewijzen voor dat ze beter zijn om in moskee te bidden. En beter zijn om in jama'a te bidden. Zoals Omar heeft gedaan met yani, de sahaba. En de sahaba en de mensen die met hem waren tabi'in hebben dat yani, niet afgekeurd. طيب, hij zei daarna, amma adadu raka'atiha falam yathbut fihi shay'an an nabi sallallahu alayhi wa sallam wal amru fi dhalika wasi'. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. الشخيفر حفظه الله الشيخ الفوزان هاي زخت هير. Wat betreft yani, aantal raka'at voor het tarawih. Hij zei, daar is niets van overgeleverd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zegt, en daarom yani, is het toegestaan yani, om te bidden. Yani, wat je wil. Hij zegt, amru fi dhalika wasi'. Yani, is geen probleem hoeveel raka'at je bidt. Yani, in deze dagen dat hij had gebeden, die drie dagen die we net hadden opgenoemd, dat hij steeds kwam. Yani, is niet overgeleverd dat hij, hoeveel raka'at hij daar destijds had gebeden. Is niet overgeleverd hoeveel rakaat hij ging bidden. Toen hij, zeg maar, die drie nachten ging bidden voor de sahaba. Er zijn wel andere overleveringen die overgeleverd zijn van Aisha radiallahu anha onder andere. Dat ze zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam yani niet meer als 11 rakaat bad. In Ramadan of buiten Ramadan. In Ramadan of buiten Ramadan. Sommigen hebben gezegd van, daarom 11 rakaat. Want hier staat van Ramadan en ook buiten Ramadan. Dat hij gewoon 11 raka'at bad, yani buiten Ramadan of tijdens Ramadan. Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, hij zegt hiervan, hij mag yani 20 raka'at bidden. Hij zegt, en dit is yani de mening, of dit is zeg maar wat bekend is bij madhab van Imam Ahmed en madhab van Imam Shafi'i. En hun bewijs hiervoor is, hun zeggen dat Omar radiallahu anhu, toen hij Ubay ibn Ka'b de opdracht gaf om te bidden voor de mensen, hun zeggen dat Omar radiallahu anhu, zeg maar, dat hij toen 23 raka'a bad met hun. Yani 20 raka'a, plus de witr 3, en 23 raka'a met hun bad. Daarom hebben ze, dit is wat zij zeggen. En sommige geleerden, yani, verklaren deze athar niet authentiek. Of ze zeggen hij shad, wat ik me herinner. Volgens mij dat Sheikh Al-Albani rahimahullah heeft gezegd dat hij shad is. Shad betekent dat hij misschien wel authentiek is, maar dat hij in strijd is met andere overleveringen. Tayyib, dus hij, Sheikh Islam Temi, hij zegt van dat je mag 20 raka'at bidden. Hij zegt of 36 raka'a, wat ook overgeleverd is van de Salaf. Hij zegt van, en dit is yani, de madhab van Malik. En deze madhab van Malik,
of deze riwaya van Imam Malik, zijn bewijs hier was dat de mens van Medina, de mens van Medina heeft hij op deze manier aangetroffen. Hij heeft ze aangetroffen en ze baden 36 raka'a. En Imam Malik, wat bekend is, onder zijn fundamenten van zijn madhab, is dat de amal ahl Medina, de daden van de mens van Medina, in zijn tijd, voert hij aan als bewijs. Een van zijn bronnen die hij gebruikt in zijn madhab, zijn de daden van de mens van Medina. Hij zegt, de mens van Medina, wat zij doen, is bewijs. Waarom? Hij zegt, de mens van Medina hebben dat overgenomen van Sahaba. En Sahaba hebben het overgenomen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus ook al is er geen bewijs, maar er is wel een daad van de mens van Medina, wat zij doen, is bewijs volgens hem. En andere geleerden die zijn daar niet mee eens dat de daden van de mens van Medina bewijs zijn. Maar ala kulli hal, dat is het bewijs. En de mensen destijds baden 36 raka'a. En dat was in de khilafa van Omar ibn Abdul Aziz. Rahimahullah. Tayyib, hij zei: Wallahu en Yusalli ihda asha raka'a. En je kan 11 raka'aat bidden of 13 raka'a bidden. En dit is ook een riwaya van Imam Malik. Dat je 11 raka'a bidt. Imam Malik heeft het van dat je 11 raka'a bidt. Zoals ook in Muwatta staat. En deze taba'an is gebaseerd op hadith Aisha. Die gewoon authentiek is. Die in Bukhari staat en Muslim staat. Waarin Aisha zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet meer als 11 raka'aat bad in Ramadan. Of buiten Ramadan. Dus Ibn Taymiyyah zat hier van of 11 raka'a of 13 raka'a. Hij zegt, kullun hasan. Fayakunu takthir raka'a. Hij zegt, kullun hasan. En ook bewijs. Sommige geleerden brengen als bewijs aan dat het gewoon. Dat de tarawih geen specifieke raka'a heeft. Ze brengen bewijs aan, algemeen bewijs. Salatul layli methna methna. Hij zegt, de profeet zei van, nachtgebed is 2-2-2. Hij zegt, fa'in khashiya ahadukum subh, falyutir bi wahida. Zegt dat de profeet, hij heeft geen limit aan deze gebeden vastgesteld. Maar hij zei 2-2-2. En als iemand van jullie bang is dat de ochtend aanbreekt, dan bidt hij 1. Hij zegt van ja, dan misschien kan hij heel veel bidden. Ala kulli hal, het beste, toch zeggen heel veel geleerden dat het toegestaan is om meer te bidden dan 11. Maar ze zeggen altijd ook vaak, heel veel Ibn Uthaymeen, en ik heb ook andere geleerden zelf gehoord. Zoals Sheikh Abdul Muhsin Abad en anderen. En ook Sheikh Fawzan zegt dat ook. Dat je beter, 11 kan bidden. Dat je beter, 11 kan bidden. Ondanks dat meer mag, maar kun je beter 11 bidden. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij bad 11 raka'at. Maar Aisha radiallahu anha zei ook, hij bad 4. Zij vraagt niet hoe lang ze zijn. Ze waren heel lang. Hij vraagt niet, hoe compleet ze zijn. Ze waren compleet en lang. Zo waren de gebeden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hier zegt de schrijver, zegt ook hier zo, hij zegt gewoon kathir min a'imma, ay a'immatil masajid fi tarawih, yusalluna salatan la ya'qilunaha, wa la yatma'innuna fi ruku' wa la fi sujud, wa tma'innina ruknin, wa matlub fi salat hudurul qalb bayna yaday Allah ta'ala, wa ti'aduhu bi kalami Allah hina yutla, wa hadha la yahsulu fi al-ajala al-makruha, wa salatu ashri raka'atin ma'atul al-qira'a wa tma'innina, أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل ورب قليل خير من كثير. Zoals ik net zei, de schrijver hafidahullah, hij zegt dat sommige imams van de moskeeën gebeden verrichten in tarawih waar ze eigenlijk niet die ze snel verrichten, waar ze niets meer van herinneren, zo snel en die gaan ze. En hij zei van waar ze helemaal niet in rusten, niet in rokoor, niet in sujud, niet in het reciteren. Ze reciteren snel, waardoor eigenlijk het profijt van het tarawih bij heel veel wegblijft of ver wegblijft. Doordat ze zo snel bidden, dat ze eigenlijk gewoon helemaal niet meer weten wat ze zeggen. En dat ze helemaal niet meer herinneren wat ze zeggen. En dat hun ziel niet aanwezig is, dat hun gedachte niet aanwezig is. Hij zegt van en dat ze helemaal niet profiteren van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala, die ze horen, dat daar niets van bij blijft. Hij zei dus van dat deze manier niet toegestaan is. Hij zegt en dat 10 raka'at bidden op een rustige manier beter is dan 20 raka'at op een snelle manier. Wallahu a'lam. Ja. Dit is eigenlijk wat de schrijver
ongeveer yani, heeft gezegd in deze hoofdstuk. En bijvoorbeeld als iemand te laat komt bij Salat Tarawih, als zegt iemand komt binnen en zijn al bezig. En hij heeft al Isha gebeden en hij wil Tarawih komen bidden en zijn al, ze hebben al één raka'a gebeden. Dan biedt hij de laatste raka'a biedt hij nog mee. En dan maakt hij het af. Voegt hij nog een raka'a erbij. Dan heeft hij ook twee gebeden. En dan gaat hij weer verder met de imam. Dus als iemand te laat komt bij Tarawih, kan hij gewoon meedoen. En biedt hij datgene wat de imam biedt. Als hij één raka'a heeft gemist, haalt hij nog één raka'a in. Als hij binnenkomt en ze zijn bezig met Tarawih en hij heeft geen Isha gebeden nog. Nog geen Isha gebeden, kan hij ook met hun bidden. Hij kan met hun bidden met de intentie van Isha. Want hij moet nog een Isha bidden. Ook al hebben hun intentie van Tarawih. Hij bidt met hun bijvoorbeeld twee raka'at. En als hun teslim geven, staat hij op. Dan bidt hij nog twee raka'at. Want Isha is vier. Bidt hij nog twee raka'at. En dan geeft hij salam in zijn eentje dus. En dan voegt hij of zichzelf aan de rijen. Die tarawih bidden. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.